Volkswagen The Musical. Gefopt, Roet was verstopt. We hadden er software in gestopt. Dus had de uitlaat een uitknop. Breng hem maar terug naar ons. Ja, miljoenen auto's moeten terug naar de garage vanwege het Volkswagen-schandaal. Of zoals wij het noemen, de Volkswagen Polocaust. Het feit dat al die golfjes terug naar de garage moeten, heeft wel als voordeel dat je de komende tijd een stuk minder vaak naast een auto gaat staan waar snoeiharde techno uitkomt. De aanleiding is dat Volkswagen keihard gesjoemeld heeft met de vervuilingstesten van hun diesels. Door software in de boordcomputer wist de auto wanneer hij getest werd en ging dan extreem schoon rijden. En je kan zeggen wat je wil, maar dat is wel Duitse groenlichtkeit. Vals spelen is het best, baby. Sjoemel je door die test. Die vieze, vieze auto. Fake het expres. En subtiel lijkt die nog schoner dan de pausmobiel. Oké, het is natuurlijk oplichting. Maar aan de andere kant, als je een auto tijdens de test 40 keer zo schoon kan laten rijden als in het echt en niemand merkt iets, dan zijn die autolui ook wel heel makkelijk te foppen. Wat dat betreft is het vast geen toeval dat deze week bekend werd dat Patricia Pai samenwoont met een 26-jarige automonteur. Ja, want op de testbank leek zij vast ook een stuk jonger. Ja, en minder vies. Of hij heeft iets met oldtimers. Bye bye, Miss Patricia Pai. Op de testbank leek je best slank en je body zo fraai. Maar in het gebruik ben je zo bezig en taai. Is die jongen misschien hartstikke high? Waarom ben je met Patricia Pai? Er gaan geruchten dat veel meer autofabrikanten sjoemelen met hun tests. En dat is ook logisch. We zetten allemaal ons beste beentje voor als we gekeurd worden. Natuurlijk, we houden allemaal tijdens een eerste date toch onze scheten op. Dus, topman van Volkswagen, maak je niet druk. Wees eerlijk over wat jullie hebben gedaan. Iedereen doet het in jullie business. Ik geef het toe. De uitstoot is veel meer. Hij is niet zuinig in het verkeer. Niet zozeer. Werden dat. Dat gebeurt ook bij de anderen. Iedereen heeft vieze handen. Vies, vies van het roet. Volkswagen, de musical. Stank voor dank. Alle Q-musicals terugluisteren. Ik ben niet seksueel gekomen. Sinds moederdag 2011. Het gaat mis, krijg je ervan. Je moet niet zoveel gaan lenen. Ik open er nog een raampje bij, want de baby is aan de scheiterij in de auto. Ga naar Qmusic.nl. Q Music. You make us Q.